Het ziet er goed uit, meneer Van Straten. Die been is weer helemaal de oude. Yes! Eindelijk weer op de motor. Nou, daar zou ik even mee wachten totdat uw oog weer helemaal hersteld is. Waarom? Ik heb toch nog een oog? En die arm heeft ook echt nog een paar dagen rust nodig. Oh, dan stuur ik gewoon met één hand. Of dacht je dat ik dat niet kon? Lieverd, luister nou naar de wijkverpleging. Je hebt net 6 weken thuis gezeten omdat je met een verstuikte enkel toch op je motor stapte. Ja, precies. Ik heb 6 weken niet kunnen rijden. Als ik nog langer wacht, ben ik het straks verleerd. Nee hoor, deze jongen zoeft vanmiddag weer over het asfalt. Heerlijk. Kom, ik laat jullie even uit. Hij is zo eigenwijs. Hoe moet ik hem nou tegenhouden? Heeft u wel eens aan preventieve wijkverpleging gedacht? Preventieve wijkverpleging? Ja, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Met een paar kleine, eenvoudige ingrepen wordt de kans op nieuwe ongelukken met zo'n 95% verkleind. Zo? En dat is beter voor iedereen. Ook voor ons. Nou ja, misschien moesten we dat maar doen dan. Prima, Huub, jij maakt het met meneer in orde. Dan heb ik hier alleen een handtekening nodig. Dat u het eens bent met de behandeling. Zo, Nou. Lijkt mij een prima oplossing. Fijn hoor. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is maar voor 1 of 2 weekjes, lieverd. 2 weken?